het trouwens uit als Alexis Kiwi. Alexis Kiwi. Alexis. Alexis Kiwi. Kiwi. Niet wi, niet vi, maar wi. Kiwi. 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 Niet kiwi, kiwi, kiwi. Alexis Kiwi. Alexis Kiwi. Alexis Kiwi. Alexis. Alexis of zo? Alexis Kiwi. Alexis Kiwi. Succes. Oké, okay. Daar gaan we. Welkom bij deze boekanalyse op mijn kanaal Ongeduld. En dit keer over het boek De Zeven Broers van Alexis Kiwi. Kiwi. Alexis Kiwi. Ik hoop dat ik hem heb. Het is een leuk boek, een bijzonder boek. En voor mij ook bijzonder, om een aantal verschillende redenen. Mijn vriendin, die jullie toevallig net hoorden, is Fins. Ze is een Fin. En dit boek is de, nou ja, het meesterwerk binnen de Finse literatuur. Is het werk dat ook de Finse literatuur gegrond heeft. Een soort bodem heeft gegeven waarvanuit voortgewerkt kon worden. En is, wordt ook wel gezien als, nou ja, het fundament. En Alexis Kiwi, ja, wordt ook wel gezien als de, ja, grondlegger. En de vader van de Finse literatuur. En kort, het boek gaat dan ook over, zoals de titel al verraadt, zeven broers. Zeven broers die, ja, eigenlijk de meest doldwaze dingen beleven. Het is een beetje een zielig verhaal, althans het start zielig. Want de zeven broers verliezen zowel hun vader als hun moeder. Hun vader hebben ze bijna niet gekend en hun moeder, ja, overlijdt op hele jonge leeftijd. En ze groeien op gezamenlijk onder het toezicht van, tenminste van hun oudste broer en hun oom die blind is, op, ja, de boerderij die zij hebben geërfd van hun ouders. En eigenlijk zien we constant, ja, de een soort avonturenroman is het en ook een soort roman van opgroeien. En dat is het boek in het kort. Maar eerst wil ik eventjes stilstaan bij Alexis Kiwi. En dan, omdat, ja, het is zo'n bijzonder verhaal. Ik denk dat ik geen land ken dat zo trots is op zijn schrijvers. En ik pas op mijn woorden nu als ik dit zeg, maar hij is opgegroeid tussen 1830 en is gestorven rond 1870. En eigenlijk is het niet echt een man waarvan je had verwacht dat hij nu de Finse literatuur op de kaart zou zetten. Maar we moeten eventjes ons inbrengen binnen de context van Finland toen de tijd. Finland bestaat nog redelijk kort. Het land zelf is nu een kleine 100 en misschien 110 jaar, als ik het goed... Nee, jonger zelfs nog, denk ik, zo uit mijn hoofd. Het is een heel jong land. En dat is omdat het lange tijd deel is geweest van Zweden en ook later van Rusland. En op een gegeven moment, rond, nou ja, laten we zeggen 1900 zo ongeveer, kwam er echt, en ook eerder, kwam er echt een gevoel dat binnen Finland dat de Finnen hun eigen land wilden hebben. Ze wilden zelfstandig zijn, ze spraken een eigen taal, ze hadden toch een eigen gedeelde cultuur. En ze wilden tot een eigen land, wilden ze zichzelf vormen. Het lastige was alleen dat bijvoorbeeld de taal, de kunst en dan vooral voornamelijk de literatuur nog niet gegrond was. Alles wat werd gedaan was, ja, Zweeds, als het ware. De elite sprak nog steeds Zweeds. En daar komt dan Alexis Kiwi in, nou ja, in zicht. Want voor dit boek was er eigenlijk maar één boek dat zich bezighield met de Finse cultuur. En dat was de Kalevala. En de Kalevala is een verzameling van allerlei verschillende, ja, gedichten en verhalenvertellingen over, ja, de verschillende legendes die rondgingen in Finland. En de schrijver van de Kalevala is rond heel Finland gegaan en heeft al die legendes verzameld. En dat was prachtig en dat bood ook al een soort van gronding voor de Finse taal en ook wel een tikkeltje voor de Finse literatuur. Maar echt de Finse literatuur, die werd pas gegrond met dit boek. En Alexis, hij was een jongen van arme afkomst. Niet echt in een type waarvan je verwacht dat hij toch deze gronding zou brengen. En hij is opgegroeid.
En hij is uiteindelijk is die literatuur is hij gaan studeren en heeft hij ook theater nog gestudeerd. En dit heeft ervoor gezorgd dat hij geïnspireerd raakte, en onder andere ook door de Kalevala, om dan Finse literatuur te gaan schrijven in het Fins. En hij is de eerste schrijver die dus afstapte van de taal van de elite, het Zweeds, en is gaan schrijven in het Fins. En hiervoor wordt hij nog steeds heel erg herinnerd. Omdat dit ook echt inderdaad een fundering legt voor dus de Finse cultuur. En daarom wordt het boek ook soms wel gezien als een boek dat zowel het opgroeien van zeven broers, als het ware symboliseert. Maar ook symboliseert het soort van de opkomst en het volwassen worden van Finland als land en als cultuur. En dat vind ik toch wel een mooie gedachte. En ik kan het, wat ook dan wel typisch is en bijzonder is, en dat bedoel ik net te zeggen met hoe eigenlijk Finland zijn schrijvers vereert, is dat Alexis is op, en dan moet ik het goed, en moet ik spieken, op 10 oktober is hij geboren. Op 10 oktober in 1834. En op 10 oktober wordt nog steeds de vlag uitgehangen voor Alexis. Gewoon om nog eventjes stil te staan bij deze schrijver. En dat vind ik prachtig. Dat vind ik echt heel mooi. Dat je zo'n waarde hecht aan toch een schrijver. En een man die dan blijkbaar in het oog van zoveel Finnen zoveel heeft betekend. Dat nog steeds de vlag hangt op zijn geboortedag. En ik heb ook begrepen dat tot 1960 kinderen zelfs nog vrij kregen op zijn geboortedag. Dat is prachtig. Ik ken geen enkel land dat zoveel waarde hecht aan zijn schrijvers. Het verhaal heb ik dan net al een klein beetje verklapt. Maar de essentie is inderdaad, we volgen zeven broers. Ze zijn hun ouders verloren. En het zijn echt onhandige, roekeloze figuren. Ze lopen van het ene probleem naar het andere probleem. Op een gegeven moment dan zitten ze in geldnood en dan moeten ze uit hun eigen boerderij. Ze worden door de priester achterna gezeten, want ze willen de Bijbel niet leren. En ze komen maar in knokpartijen terecht. Dus op een gegeven moment vluchten ze zelfs naar een ander gedeelte van hun dorpje weg. Deze zeven broers. En dan bouwen ze daar een nieuw huisje op. Bouwen ze zelfs een sauna, want blijkbaar had je toen de tijd ook al sauna's in Finland. Dus ze bouwen hun eigen sauna. Fikt per ongeluk hun hele huis af. En hun hele sauna fikt af. Dus moeten ze weer opnieuw beginnen. Ze struinen op een gegeven moment ze de bossen in. En dan vinden ze een aantal stieren. En ze denken, dit brengt ons eten. En ze slachten dus die stieren af. Om vervolgens erachter te komen dat die stieren van een landheer waren daaruit de buurt. Dus zijn ze weer de dupe. En zo komen ze in de meest gekke situaties terecht. Wat je oprecht soms doet grinniken gewoon om de soort van stommiteit van de dingen die ze begaan. En tegelijkertijd zit er dan doorheen verweven ook elke keer. Want er is één broer nogal geleerd en nogal, ik zou willen zeggen, wijs. Maar die komt dan elke keer toch weer met een soort oplossing aan de hand van bijvoorbeeld een Bijbelsverhaal, in hoe ze dan anders kunnen kijken naar een probleem dat zich op heeft gespeeld. En hoe dan nu ze het beste kunnen handelen. We worden ook op een gegeven moment meegenomen door bepaalde mythes heen, bepaalde legendes die dan blijkbaar toch daar rondgingen in het land. En die Alexis dan heel mooi heeft weten te verwerken door zijn stuk heen. Het is ook, moet ik zeggen, een hele mooie manier van schrijven, omdat het een hele theaterachtige manier van schrijven is. In de zin dat je zou het boek bijna direct om kunnen zetten tot een theaterstuk. Omdat elke keer start het met de naam van een broer en wat hij dan zegt. Elke zin loopt ongeveer zo. Maar het leest niet storend. Het leest heel prettig. En het is even wennen. Maar het leest wel fijn. En voor een boek dat al, zeker 150 jaar oud is, leest het alsnog echt wel leuk weg. En is het ook leuk om toch een beetje een beeld te krijgen van het land van duizenden meren in dan 150 jaar geleden. En waar ze dan toen de tijd een beetje tegenaan liepen. Wat we uiteindelijk zien,
En dat is ook wel mooi, is dat de broers starten dus echt in een roekeloze, onhandige staat. En vormen zich dan uiteindelijk over de tijd tot toch hele nette heren. Uiteindelijk leren ze zelfstandig het alfabet. Kunnen ze de Bijbel lezen. Worden ze ook, laten we zeggen, in nette christenen. Want dat was toen de tijd dus toch best wel een ding. Het soort van civilisatieproces dat een mens, een fatsoenlijk mens was een fatsoenlijk christenen. Dus ze worden christenen. En ze hebben op een gegeven moment een eigen landgoed. En het eindigt ook wel op een hele mooie manier. Dat ze, ze schudden handen met de oude rivalen. Ze weten uiteindelijk de boel op te knappen. En nette, goede, jonge mannen te worden. En dat is toch een mooi proces om te lezen. Ik vind dat erg leuk om te lezen. En het is absoluut niet alleen maar mooi en alleen maar leuk. Want de Bijbelse referenties die doorheen zitten. En de mythische verhalen zijn ook echt serieuze stukken waar je bij stil kan staan. Tegelijkertijd de proza en de zang, want er komt ook heel veel zang doorheen, is ook ontzettend mooi om te lezen. En daarbij worden we ook bijvoorbeeld richting het einde nog geconfronteerd met een broer die maar niet van de drank af kan blijven. Op een gegeven moment zweert op de Bijbel dat hij ervan af zal blijven, dan toch een keer weer aan de drank gaat en zich zo beschaamd voelt dat hij besluit om zelfmoord te plegen. En dan uiteindelijk gelukkig bevrijd wordt. Maar zo blijft het boek ook een boek van toch verschillende visies en misschien ook de moeite met het opgroeien. De zwakheden de duistere dingen die op de loer liggen. Dat zijn heftige dingen. En dat is mooi om te zien. En zo vormt dit boek niet één hoofdpersoon, maar hebben we eigenlijk 7 verschillende hoofdpersonen die we elk prachtig kunnen volgen door het boek heen. En die elk een toch ook, laten we zeggen, een bepaalde. Ieder mens die dit boek leest, zal in één van de verschillende figuren wel iemand herkennen. Al is het iemand binnen je eigen familie, of een vriend, of een vriendin, of jezelf. De karakters zijn zo typisch dat je vindt jezelf erin. En dat vond ik prachtig in dit boek. En daarbij wilde ik dan ook een klein, want ik had het net over de proza en over de liederen die erin staan. En dan wilde ik een heel klein stukje voorlezen van, eigenlijk is het een lied, maar gezien ik niet zeer mooi kan zingen, zal ik het even oplezen. Maar dit vind ik een prachtig stukje. Het start met: luister daarom naar mijn lied. Het voert je naar het land van de vorst van het dodenrijk. O, luister naar het lied van mijn hart. Bos van de dood, bos van de nacht, waar een wieg van fijn zand je wacht. Daar breng ik mijn kindje heen. Daar kan mijn kindje heerlijk op de weides in het dodenrijk vee hoeden van de Heer des doods. Daar kan mijn kindje heerlijk bij de maagd van het dodenrijk op de schoot als het donker wordt. Wat kan mijn schatje dan heerlijk schommelen in een gouden wieg en luisteren naar de nachtzwaluw. Lover van de dood, lover van rust, ver van alle vervolging en twist, ver van de verraderlijke wereld. Vind ik prachtig. Ik vind het prachtig. Ik kan niet precies zeggen wat ik er mooi aan vind. En misschien is het ook gewoon de gedachte dat het een boek is van 150 jaar oud. Waarvan je dan ervan uit kan gaan dat dit een zangstuk is. Een lied dat gezongen werd. En dat hij heeft opgepikt en heeft meegenomen in zijn boek. Ik vind dat idee al mooi. En dat maakt het voor mij al dat ik toch al zeer enthousiast ben over het boek. En interpretatie van het boek kan ik niet echt geven. Behalve omdat, enerzijds omdat het naar mijn ogen een heel duidelijk boek is van een soort opgroeiproces. Van het ouder worden, het volwassen worden, het vormen van jezelf. En tegelijkertijd kan ik de interpretatie eigenlijk houden op dat dit boek belangrijk is om te lezen.
door de culturele betekenis die het heeft gegeven aan Finland. En dat je aan de hand van het boek een soort kijk hebt binnen de Finse ziel, als het ware. Binnen de culturele Finse ziel. En dat vind ik een heel mooi idee. Dat je kan zien hoe dit land zich gevormd heeft. Wat er speelde. Wat voor kijk ze toen de tijd hadden op de mensen om zich heen en op zichzelf. En toch ook een soort van strijd tot zelfstandigheid. Dus, en dat vind ik ook... ik blijf zeer enthousiast over het boek en maar doorgaan. Maar ik ben ook oprecht heel enthousiast over het boek. Omdat je toch ook een beetje kan lezen door die broers heen. En door de strijd die zij hebben. Hoe dan ook Finland op een gegeven moment heeft gestrijd voor zijn eigen bestaan. En dat vind ik ook. En daar ga ik het bij laten. Dat vind ik de mooiste boodschap die ik kan halen uit dit boek. En verder wil ik dan nog hoofdjes stilstaan bij twee mensen. Want nu we het toch even hebben over Finland en hoe dit land is, het zich toch heeft gevormd. Eén iemand die ik nog wilde benoemen was Charlotte. En ze heeft een langere naam. Ik refereer naar de Wikipedia hier beneden, maar die kan ik niet geheel uitspreken. Maar Charlotte is de dame bij wie Alexis voor een hele lange tijd heeft kunnen... niet onderduiken, maar heeft kunnen... Hij heeft daar een tijd lang gewoon gezeten in een huis dat zij tot haar beschikking had. Om te kunnen schrijven en om bezig te zijn met het boek. En deze dame is van ontzettende steun geweest tot Alexis. Ze heeft ook een bijdrage gehad aan het boek, als ik het goed heb begrepen. En ze is van enorme invloed geweest überhaupt op dat dit boek gevormd kon worden. Laat ik het zo noemen. Het is een beetje... Wat ik dan wel bijzonder vond is dat zij de kans gaf voor Alexis om dan bij haar een tijd te zijn. Maar dit was heel ongebruikelijk in die tijd voor een vrijgezelle man en een vrijgezelle vrouw om samen te wonen. Daardoor was een hele tijd speculatie dat zij een relatie hadden. En we weten natuurlijk niet of zij een relatie hadden, ja of nee. En hoeveel invloed zij heeft gehad op dit boek. Maar ik vond het toch belangrijk om haar te benoemen bij dit boek. En als laatste zou ik nog, en dit wordt echt even puzzelen, Akseli Gallen Kalela. En ik heb waarschijnlijk de naam een klein beetje gemarteld. Maar ik zal het even in het boek laten zien. Maar hierboven, of hier in het boek, tenminste jullie zien op het boek een bepaald schilderij. En dit is de schilder van een heleboel verschillende Finse werken. De man heeft onder andere mee mogen helpen in het ontwerpen van de Finse uniformen tijdens de burgeroorlog die ze op een gegeven moment hadden, om ook buiten de invloedssfeer van Rusland te vallen. Hij heeft meegeholpen aan het ontwerpen van de vlag en hij heeft prachtige, prachtige werken geschilderd. Echt, ik stond verbaasd toen ik het zag. En dat is onder andere van dit soort mythes vanuit de Kalevala die hij dan heeft geschilderd. En hij heeft ook een aantal schilderijen gemaakt over de zeven broers. Die zal ik ook delen op mijn Instagram. Dus als je daar ook benieuwd naar bent, kijk vooral even op mijn Instagram en volg me daar. Maar ik wil jullie ook zeker aanmoedigen, ook al ben je geen groot kunstfan, kijk absoluut eventjes, zoek hem op. Kijk even op de Wikipedia pagina. De kunst is prachtig. Ik stond er echt van versteld. En dit is ook nog zo'n typisch voorbeeld van een tijdgenoot van Alexis, wel ietsje ouder, maar die er echt voor heeft gezorgd dat de Finse cultuur een soort fundering heeft gekregen. En daardoor heb je ook weer een soort blik, en dit keer fysiek, op de Finse ziel van die tijd. En hoe de wereld er fysiek uitzag. Twee, waar de schilder belang op hechtte dat jij als het ware die beelden tot je kan nemen en kan zien. En drie, toch inderdaad een kleine blik op die manier op de Finse ziel. En dat vind ik prachtig. Dus alsjeblieft, kijk. Laat vooral weten, als je het boek gaat lezen, laat het me weten. Als je het boek hebt gelezen, laat het me dan weten. Laat me ook weten wat je van de schilderij vond. Ik ben super benieuwd. En ik wil jullie ook nog om een gunst vragen. Geef een like, geef ook een reactie, want dat vind ik gewoon echt oprecht heel motiverend en leuk.
En deel alsjeblieft de video. Als je zegt, dit is een van de video's die mij inspireerde om een boek te lezen. Of als je mij gewoon een kleine gunst wil verlenen. Het mag ook een van de andere video's zijn. Maar deel ze alsjeblieft. Want het helpt mij enorm. En het helpt ook om mijn kanaal meer mensen te laten bereiken. En hopelijk meer mensen te inspireren om een boek op te pakken. Nou, bedankt. En ik hoop jullie super snel weer te zien. Dankjewel. Doei doei.